Niertje. Corrie. Hallo allemaal. Ik heb vandaag een hele leuke gast. Hannah Hoekstra. Hallo. Actrice en heel erg gek op plantaardig eten. Vooral als Sanne het maakt. Als je denkt, wat hoor ik? Dit is de grill die staat alvast op te warmen. Ik had bedacht dat we mochi gingen maken. Ken je dat? Ik vind het heel... ik heb hier heel erg veel zin in, want ik heb het nog nooit gegeten. Je kan het ook frituren, dan is de binnenkant nog sticky. En de buitenkant knapperig. Maar ik kan nu op dit moment niet tegen frituurlucht. Sanne, wat is mochi eigenlijk? Zoete Japanse rijst. In Japan koken ze die rijst. Die stampen ze met hele grote stampers tot het een soort sticky spul wordt. En dat drogen ze tot deze blokjes. Ja, dus echt keihard. Het is de enige manier waarop je dit hier kan kopen. Ja. In Amsterdam is een winkeltje, dat heet De Shima. Schuin tegenover Paradiso zit dat. Japans supermarktje, daar kan je het kopen. Maar je kan het ook op internet bestellen. Je kan gewoon een tosti-ijs gebruiken. Dit is zo'n grill dingetje, maar je kan ook gewoon in een tosti-apparaat doen. Een klein beetje, dus al een beetje te veel. Wat is dit voor olie wat je nu gebruikt? Sorry. Ja, ik gebruik nu de Japanse geroosterde sesamolie, maar je kan ook gewoon olijfolie. Vind je nou goed? Whatever gebruiken. Oké, dit is veel te veel olie. Wacht, ik moet hem even een servet pakken, want het gaat niet lekker. En ik heb het dus in zulke platte stukjes gesneden, want het gaat heel erg groeien. Groeien? Ja, het gaat heel erg groeien. Oké. Zo. En dan gaan we nu gewoon even een tijd niet aanraken. We gaan het straks op een andere manier doen, dan kan je het nog wel zien. Oké. Ik zal ondertussen even de geuren beschrijven. Het geroosterde sesam, sowieso. Doe me een beetje denken aan popcorn. Je kan het trouwens ook helemaal zonder olie doen. Ja, dat is een beetje saai, hè? Mm. Oké, dit is naturel. Ik heb ook deze. En daar zitten adzuki bonen in. Ik zie nu een soort paarsig pindaatje. Ah, adzuki bonen. Lijkt een beetje op een kidneyboon. Ja, en pas iets zoeter. Erg goed bij de ui. Laten we even gluren. Holy! Dit lijkt een rijstwafel. Ja, en dat mag nog iets langer, want dan worden ze nog iets knapperiger. Want als je geen grill hebt, hè, even voor de mensen met zonder grill of tosti-apparaat. Je kan het ook in de pan bakken, gaan we zo ook nog doen. We gaan gewoon even allemaal dingetjes hiermee doen. Deze zijn nu lekker knapperig. Oep. Halleluja. Met een beetje soju. En wat is dan ook weer het verschil tussen soju en tamari? Tamari is veel zwaarder. En soju is heel licht. Oh, ik heb een nieuwe lievelings. Lekker, hè? Dit is echt heel erg lekker. Vezels proef je, dat vind ik heel lekker. Het doet mij aan iets denken. Krakot. Ja, oh, ja, het is een krakot, maar dan... Wel lekkerder. Zeker. Ook een soort chewy aan de binnenkant, ja. Niet zo droog. Ja, zeer zeker. Hij is... Ik wil nog een mochi. Ja, er komt nu mochi met adzuki bonen aan. Dit is gewoon hetzelfde concept. Ik ga aan Mel vragen of hij deze ui kan hakken. Mel? We hebben een taakje voor je. Wil jij de helft van deze ui in kleine stukjes hakken? Nou, vooruit. Oké, top. Oh, die gaan aan elkaar. Jammer, dan zijn ze extra groot. Ik moet hem even plat drukken. Twerk it, twerk it. Vind je het leuk om te doen? Of misschien heb ik nog zo'n rasp, kan ik het ook doen? Nou, leuk of niet leuk, moet gewoon gebeuren, toch? Ik weet wat ik zo meteen allemaal lekkere dingetjes krijg, dus ik vind het prima. Het ruikt echt naar helemaal niks. Dat is perfect. Ja? Oh, ik heb nog nooit een man een ui zo goed zien snijden. Die gaan we even fruiten. In wat voor een olie doe je dat, Sanne? Sesamolie weer. Again. Lekkere smaak, vind ik. Ja, meneer? Ben je er ook weer? Nou, dan moet je even tussendoor geproefd worden natuurlijk nu. Dat weet ik wel zeker. Mijn hand stop even, want dan kan je even proeven. Nou, dat stop ik meteen. Mm. Beetje notig met die balletjes. Mm, lekker. Oei, dit is wel lekker. Ja, en adzuki-bonen zijn weer heel gezond, dus er zitten weer allemaal voedingsstoffen in. Komt er nu ook een Japans muziekje bij? Ja. Oké. Kijk, we zijn nu in de veganistische keuken, maar het lijkt toch een beetje op kaas, hè? Als je het zo verrast. Nee, dames en heren, dit is geen kaas. Absoluut niet. En dier aan te pas gekomen. En dan doen we lekker sesamzaad er doorheen. Oh, dit ruikt al helemaal lekker. Maar Sanne, hoe ben jij hier dan achtergekomen? Heb je dan op een keer je middag verveeld en toen dacht je, nou, ik ga die mochi gewoon even lekker door de rasp heen halen? Ik had een soort macrobiotische cursus gedaan en toen waren ze met mochi bezig en toen had ik mochi gekocht en sindsdien was ik helemaal hierdoor gefascineerd. Ik vind het gewoon een heel leuk iets. Het is gewoon best wel goed qua dat al die eiwitten erin zitten. Dan denk ik gewoon, wat kan je hier eigenlijk allemaal mee doen? Ja, en dan ga je gewoon uitproberen. Ja. Wacht, dan doen we even een sausje erbij. Tahini en soju door elkaar. Maar kunnen we dan niet daar ook bijvoorbeeld een klein beetje miso pasta doorheen doen? Ja, we kunnen ook een veganistische miso mayo erbij maken. Ja, shiro miso of sojamiso, Yamaki. We gaan deze nemen. Het is ook duidelijk het populairste in deze keuken. Want deze pot is namelijk bijna leeg. Ik had vroeger een parfummetje bij mijn oma op de badkamer. Die was een beetje te oud. Daar ruikt het eigenlijk een beetje naar. 2 lepels vegan mayo, soju. Wat is miso eigenlijk? Gefermenteerde jonge rijstpasta. Hoeveel lepels? Begin met 1 volle lepel. Even kijken hoe het hier gaat. Nou, deze gaat dus veel sneller omdat het gerasp is. Oh, Sanne. Ja, en in principe kan je dat natuurlijk, je kan ook courgettes bakken en er doorheen doen. En je kan allerlei soorten crackertjes natuurlijk nu maken. Het is geen pannenkoek, het is geen cracker, het is een... Het is een matchie. Het is een matchie. Melchior die was heel eventjes voetbal aan het kijken, maar nu is hij weer terug. Die ben aan deze motje kan het proeven. Ja. Beetje citroensap. Ik roer ondertussen. Perfectie is een keuze. Zo lekker. Lekker aan. Het sausje is ook echt... Oh, dit is echt heel lekker. Ja. Ik ben zo blij dat ik van dit bestaan af weet, van deze moshi. Jongens, jullie willen dit proeven denk ik, hè? Ja, jullie willen dit proeven. Even voor de cameraman, die is zo hard aan het werk. Kijk. Ja, mooi met ook. Hallo. Wij delen deze. Hier? Weet je allemaal wat? Maar dat vind ik zonde van mijn mochi. Ja, dat vind ik ook zonde. Oh, jij wil hem inpikken. Ik wil hem voor hem. Ik hou van je. Oké, Han, we gaan ze nu in de pan bakken. Ik ben benieuwd wat hiermee gebeurt. Ja, want ik heb geen tosti-apparaat. Er gebeurt er nog niet zo heel veel. Niet zo hoger zetten. Kijk, die duw je. Ja, het lijken net slakjes. Dan draaien we hem straks om. Oh ja. Als je ze gaat frituren, dan wordt het echt wolkjes. Ik doe ze nu iets dunner maken voor in de pan. Kijk, 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 kijk. Dit bedoelen we. Oeh. Maar dit doet mij denken een klein beetje aan gnocchi. Namelijk zo zacht. Snap ik. Puffy. Ga maar even niet meer aanraken, zodat ze gewoon even kunnen groeien. Ik ben bang dat ik mijn hele mond verbrand. Een hele besauste mochi. Maar dit is niet goed. Dat kan niet waar zijn. Dat is helemaal de lekkerste ding die ik ooit heb gegeten. Lekker hè? Wat een smikkelverstuim je dit. Dus ik denk dat deze aflevering wel een beetje is afgelopen. Ook al blijven wij nog even door eten. Wij gaan nog even door. Ik vond het fantastisch, kijkers. Tot een andere keer, denk ik. Tot mochi. Mochi, mochi. Mochi, mochi, mochi. Weer. Helemaal.